Zo Bertus, we zitten hier nu op de IJssel. Yeah. Aantal snoekbaasjes gevangen, maar het is nog niet heel wild. Kun je iets vertellen over jouw techniek met verticalen? Het is en blijft gewoon een concentratiespelletje natuurlijk. Waarbij je gewoon, eigenlijk het meest belangrijke, gewoon niet dat het oog verliezen mag. En dat is gewoon de presentatie met je hengel. Je hebt daar een heel leuk stokje in je handen. Wat zijn voor jou nou belangrijke eisen waar een verticaal setje aan moet voldoen? Nou, toen wij met verticaal vissen begonnen, dan praat je over de midden jaren 80. Toen dachten wij gewoon dat de hengeltje echt heel kort moest zijn, 1,80 meter maximaal. Nou, daar zijn we eigenlijk best wel van teruggekomen. Dat simpele reden dat je heel vaak geen controle over je kunstaars hebt als die hengel echt veel korter wordt. Kijk, de omstandigheden nu, heel weinig wind en met een heel klein beetje stroming, die zijn gewoon ideaal. Ik bedoel, makkelijker kan de natuur het niet voor je maken als wat we nu hebben. Als je een hoop wind hebt, nou, dan vis ik heel vaak in het drift, dan ga ik niet met mijn elektromotor vechten. Dan zeg ik, oké, ik geef me over aan de elementen min of meer en dan ga ik driften. En dan vis je op afstand, dan vis je vaak 10, 15, 20 meter van de boot af. Dat is een beetje afhankelijk van de diepte van het water. Als je echt diep water hebt, dan zie je natuurlijk weer een stuk verder als dat je relatief ondiep water hebt, zoals hier in de IJssel. Nou, op het moment dat je dat hebt, dan vis je niet meer met je hengeltje naar beneden, maar dan vis je hem omhoog. Dan stand je 10 uur. Okay. Dan tik je naar 11 uur. En dan laat je heel langzaam zakken. En als je dan met een hengel vist van 1,80 meter, nou, dan is alle controle binnen de kortste keren verloren. En dan zeg je van nou, 2,10 meter, dat is maar 30 centimeter meer. Maar dat geeft zo gigantisch van meer mogelijkheden. Dus in feite is het bij mij nu zo dat ik meestal vis met hengeltjes rond de 2 meter, 2,10 meter. En dat bevalt me echt super. En qua molentje, wat is het, een 2500 serietje? Ja, wat, dat is genoeg. Kijk, je mag nooit vergeten dat je bent wel aan het verticale. Maar daar staat natuurlijk nergens een bord onder water verboden voor snoek om erin te bijten. Dat gebeurt natuurlijk ook. En op het moment dat er zo'n grote groene lerper aanhangt, die wil je ook wel in de boot hebben. Tenminste, ik wel hoor. En dan is een beetje vermogen, dus ook een beetje molen is wel nuttig, vind ik. Ja. En qua lijn? Qua 1200ste. 1200ste, ja. Ja, precies. Je kunt wel met 6 aan de gang gaan, met 8. Echt wel. Ja. Maar op het moment dat dan een beetje tegen zit, weer zo vaak een knoopje in zitten of zo, weet je wel. En, nou, dat moet je niet willen gewoon. Nee. Dus gewoon een strakke stok, 2,10 meter. Ja, ik ben wel een voorstander van hengels met een parabolische actie. Oké, kun je dat uitleggen? Waarom? Nou, die hebben het zelf vandaag al gezien. We hebben een paar snoekbaasjes gevangen. En die hangen heel vaak gewoon aan een velletje. Echt, een, ja. Echt een, aan een mini velletje gewoon. En op het moment dat je een snoeiharde hengel hebt, dan voel je meer. Echt heel duidelijk, je voelt gewoon meer aanbeten. Dat is klaar. Echt die hele delicate tikjes die je soms krijgt, die merk je ook. Alleen punt is gewoon op voorhand al, in de overgrote meerderheid van de gevallen mis je die ook. Die slaat gewoon vaak al mis. Hmm. Omdat het contact zo kort en snel is en zegt van oké, het was er één, maar niet gevangen. Nee. Vang je er wel of haak je er wel, je hebt zo'n hele harde hengel en je drilt zo'n snoekbaasje omhoog, of een snoekbaas omhoog, hè, dan is het risico, nou, het risico is eigenlijk niet, want als je verspelt en er is niks aan de hand, maar dan is het de kans groot dat je zo'n visser speelt, omdat hij gewoon die hele harde hengel hebt, hij zwemt met zijn kop naar beneden, slaat met zijn staart links en rechts en dat voel je, die zware stoten voel je op die manier. Ja. En verspel je die vis vaak, omdat je gewoon in staat is om dat kleine velletje kan je gewoon breken. Dat scheurt open en dan ben je de vis kwijt. Nou, als je een parabolische hengel hebt, en deze is redelijk parabolisch, volgens mij zit er nou het vuil aan ook. Ja, plantje. En dat zie je wel aan die hengel zelf. Die gaat helemaal mooi door. Ja, inderdaad. Hij had nog wel wat in de top zitten en Ja. Het wordt harder naar achter. Maar als je een snoekbaas drilt die echt aan een velletje hangt, nou, dan is de kans echt heel groot dat hij door die relatieve zachtheid van die hengel niet in staat is om dat velletje van zijn bek af te breken. Ah, oké. En krijg je hem makkelijker in de boot. Ja. En dat je hem dan wat minder voelt, ja, dan neem ik dan gewoon voor lief. Ja, precies. En deze hengel die voldoet in wat dat betreft, voldoet hij een beetje aan alles. Actie is goed. Ja. Ligt goed in de hand, grip is goed, dus nou prima.
Top, Bertus. Ja. Dankjewel. Nou, nog een snoekbaas, hè? Nou, nog weer een snoekbaas.